verzadiging van de bodem, dus het verminderen van de bodem terug naar hen. Er zijn problemen, monopolie niet gevonden. Dus dat zijn allemaal feiten dat we vandaag zien. Want ik zeg van, als we kijken op de GGO's die vandaag gebruikt worden, 99% zijn gewassen die pesticiden. Dus we gaan het erover van wat is er aan de hand. En daarnaast bestaan er een hele hoop dingen dat men belooft al jaren van dat het gaat komen. Maar hoe lang kunnen we verder gaan op beloftes uiteindelijk? En ondertussen niet langs de andere kant op andere zaken. Ja, ik vind het voorzichtigheidsprincipe toch wel heel belangrijk. Ik verwijs een beetje naar het onderzoek naar medicijnen. Er zijn voldoende voorbeelden waar men medicatie terug van de markt heeft moeten halen, omdat er zelfmoorden zijn meegepleegd, Merck enzovoort enzovoort. En medicijnen zijn al per definitie meer controleerbaar dan iets wat je in de wijde maatschappij kan verspreiden. Veel meer complexiteit. En als je kijkt naar het voorbeeld van Golden Rice bijvoorbeeld, maar we moeten toch even duidelijk zijn, in landbouwkundig onderzoek zijn er een aantal fasen die je door moet. En het is natuurlijk nogal idioot om te zeggen, doe dan alles maar in een laboratorium en in een serre. Voordat je een gewas kan ontwikkelen, moet je ook de toets van het veldproefonderzoek doormaken. Vandaar dat er inderdaad een veldproef is georganiseerd. De Bioveiligheidsraad, daaraan moest gevraagd worden, dat is een vrij zware procedure, welke zijn de risico's voor mens en voor milieu. Milieu in kwestie moesten de experts van de Bioveiligheidsraad daar antwoorden op de vraag, is er een kans op vermenging, ontsnappen van die patatten in de natuur? En vandaar dat er een aantal veiligheidsmaatregelen opgelegd zijn aan de wetenschappers die daarbij betrokken waren, om zeker te zijn dat dat niet gebeurde. Ik denk dat we hier, om het debat